We zijn hier vandaag in Oosterdorp voor de bloemengroet van deze maand. En ik ga hier op pad om te kijken of er iemand is die heel graag een boeket wil weggeven aan iemand die het misschien verdient of om wat voor reden dan ook. Het maakt niet uit. We gaan eens even op zoek. Het is hier prachtig, allemaal mooie tuinen. Even kijken of ik iemand kan ontdekken. Kijk, daar zie ik al een jonge dame. Hallo. Hi, mag ik je wat vragen? Ja? Ik heb hier een heel mooi boeket bloemen. Ja. En die vraag ik altijd aan iemand van, weet jij nog iemand die je blij wil maken met dit mooie boeket? Oké. Nou, dan schiet me gelijk wel iemand te binnen, ja? Ja. Ja. En wie is dat? Mijn lieve buurvrouwtje. Aha. Ze is bijna 90. En gek op bloemen. Altijd druk mee in de weer geweest. Ja. Nu lukt dat wat minder. Ze is slechte been. Ja. Maar ja, nou, dat zou ik wel heel leuk vinden. Nou, hartstikke mooi. Fijn. Wil je meewerken? Ja, is goed. Ja? Ja? Mag ik je naam weten? Bettine. Bettine? Van de Kroon. Ah. Mooi. Nou, Bettine, ik geef ze aan jou. Ja. Want het is vlakbij, zei je? Ja. Ja? Nou, dan gaan we samen op pad. God, leuk. Oh, dat zal ze een hele verrassing vinden. Ja, ja zeker. Ja? Ja. Nou, mooi. Ik hoop dat ze thuis is. En ze woont hier? Ja, hiernaast. Oké. Nou, vrolijke bos, hè? Ja, prachtig. Ja. Heel mooi. Nou, ik ben benieuwd of ze thuis is. Het hek staat open, dus meestal is ze er wel. Ja. Ja hoor, sister. Oh, het is te schrikken. Nou, de bloemen overgaan. Joe! Buurvrouw! Wil je even komen? Ik heb een leuke verrassing voor je. Kom maar even verder als je wil. Wat is er aan de hand? Hallo, kom maar. Kom maar even. Kom maar. Ik word overvallen met een bloemengroet. En ik mag iemand een boeket aanbieden. En dat ben ik? Ja, dat ben jij. Nou, kom maar. Sorry. Nee, geef niks. Nee, ik ben in de tuin aan het werk, dus ik ben ook vies. Kom maar verder. Kom maar. Hi. Ja, hallo. Nee, wij zijn van de Bottencourant. Bottencourant, dat is een digitale krant van Elburg. En ja? daarvan gaan wij dus altijd elke maand op pad dat iemand een bloemetje weg mag geven. En deze keer was het uw buurvrouw. Dus ik denk, nou, dan geef ik hem aan jou. Ah. Want ik weet dat je gek van bloemen bent. Ja, maar dus, ik moet zelf niet houden dan. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, ik mag. Ja, dankjewel. Dat is heel lief. Ja. Maar ik mag hem weggeven, dus alsjeblieft. Ja, dan moet ik hem toch aanpakken. Jazeker. Hartelijk dank. Ja, wie moet ik nou nog meer bedanken? Nou, hoeft niet, is goed zo. Ja. Dus oh, joh. Ik ook mooi voor je op de vaas. Nou, ja, goed. Wilt u dat doen? Ja, zeker. Ja, want ik moet hier mijn vaas opzoeken, maar moet je maar straks even komen. Doen we. Ja. Nou, ook namens ons is van harte gegund. Ja, ja. Waarvan? De Bottencourant is een digitale krant die je op internet kan vinden. Maar misschien dat iemand voor u dat kan doen. Oh, misschien Gerrit het wel. Ja. Ja. Dat kan opzoeken. En dan kan hij vanavond kijken naar het filmpje wat we nu opnemen. Is dat niet leuk? Ja, dan kan hij thuis. Ja, dat kan u zo laten zien. Ik begreep daar geen snert van. Nou, komt wel. Ik ben zo dom. Nee. Ja, weet je, ik heb alleen maar lagere school gehad, hè. Ja. Maar dat maakt niet uit. Dom geboren en weinig bij. Nee, is niet dom, maar het is alleen, u bent er nooit meer bekend geraakt. Nee, helemaal niet. Precies. Ja, dat heeft niks mee maken. Maar wel gekke bloemen. Ja, prachtig. Ja. Heer, ja, u overrompelt me gewoon, ja. Nou, heerlijk toch? Ja. Dat zijn de leuke dingen van het leven. Yes, ja. Komt u ze dan straks in? Ik zet ze op de vaas. Ja, ja goed. Ja. Ik kom gelijk even binnen. Goed? Dus dat is door jou toedoen. Nou ja, ik werd ook verrast, dus Ik wil zeggen, ik mag een bloemetje weggeven. Ja, en wie moet ik nog meer bedanken dan? Nee, dan moet ik jullie bedanken. Lekker van genieten. Ja, heel hartelijk dank. Ik kan niet anders zeggen. Nou, geweldig. Ik zeg het aan iedereen die het horen wil. Als ik weer naar het Feitenhof ga, want dan ga ik 2 dagen in de week naartoe. Ja. Nou, en dan prijs ik jullie. Dat is goed hoor, prima. Is goed. Moet toch, of niet? Hartstikke goed. Ja, leuk. Oh. Veel plezier ermee. Ja, heel hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. Dus ik kom ze wel eerst. Ik ga met je mee naar binnen. Ja. Ja, okay. Ja. Ja.
Hartelijk dank. Ja. Graag gedaan hoor. Die meneer hoor. Ja. Nou, dit was een heel geslaagde actie. De bloemen zijn deze keer van Joyce Bloembinderij. Zij is van het Harde en ze zijn op dit moment aan de, met straat bezig. Maar u kunt er voor de deur parkeren, dus als u een mooie boeket wil, dan kunt u daar naartoe. En ik wou Bettine ontzettend bedanken voor het meewerken. Bettine, hartstikke fijn. Je weet, je zag hoe blij ze ermee was. Ja, ja, heel graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. Ze is dol op bloemen, dus ja, daar maak je haar blij mee. Dus. Nou. Ja, heel leuk. Geweldig. En als ze dat ook nog terug kan zien in het filmpje, dan wordt het natuurlijk helemaal een verrassing voor haar. Ja, fantastisch. Ja, ja, het komt helemaal goed. Leuk. Ja, geweldig. Nou, dit was Bottenkrant voor deze zomer. Na de zomer zijn we heel graag weer bij u terug.